Yo mensen, welkom in een nieuw tutorial. Deze keer van een item elevator. Het is een heel compact design, maar 2 bij 3. En ja, hoe hoog je hem wil, mag je zelf bepalen. Hij werkt goed. Er uh, zit geen timer op, dus dat, dat zorgt ervoor dat hij minder laggy is. Er uh, zit wel een soort ingebouwde timer in. Dus elke keer dat er een item komt, activeert hij wel een soort timer. Dus er zit wel een soort ingebouwde timer in, maar niet een timer die constant aanstaat. Dus als hij niet gebruikt wordt, dan gebeurt er ook niks mee. Nou. Hij is 2x3, dus dan maken we even een platformje van 2x3. Zo. Dan doen we hier zo de. God. De. De. Hoe heet het? Ah, hoe heet het ook alweer? Shit. Uh, de. De lift, de droppers. De. Dro dropper. Ja, zo heet hij ook alweer. Hoe je dat doet je... Kan dan met de shift kan je op de hoppers drukken. Zorg wel dat de graakjes altijd naar boven staan, want anders heeft het geen nut. Nou, hoog genoeg vind ik dit. Dan is het comparator uit de hopper richting de open ruimte. Blok. Torch. Blok. Torch. Blok. Oh, shit. Blok en blok. En dan hier een torch. En dan doe je dat nog een keer. Dus dan hier zo, wacht, hier zo. Hup. Blok, blok. Wacht, blok. En dan. Wacht. Hier een blok. Zo, ik moet het nog even wennen. Hier eentje. En dan. Hier zo'n blok op. Daar een blok op. Hier een rest van dust op. En dan hier weer een torch. En zo ga je helemaal omhoog. Dus nog een keer: blok. Blok. Comparator. Blok. Torch. Blok blok dust blok, eh uh, torch en blok en hier ook nog een blok trouwens dus weet je, dat een beetje een zichtzag figuur met torches en shit krijgen en, ja, het is eigenlijk best simpel design, niet heel groot en ja, hij is nou, zo goed als lekvrij. hij doet het ook goed, ik zal er even wat items in gooien uh, dan komen ze hier zo uit. Alsof daar zo. Hier zo uit. Nou. Zie je. Niet altijd moeilijk. Werkt gewoon goed. Dus. Eens kijken hoor. Oh, hier zijn er wat items. Dus blijven hangen. Maar dat komt omdat er te weinig items in zijn gegooid. Dat is het enige nadeel. Dus. Vond ik dit nou een leuke en nuttige video? Like, subscribe, abonneer. En tot de volgende keer. Later.